Velenland gesproken met Jeroen van der Laan. Goedendag. 28 wethouders begonnen vier jaar geleden vol enthousiasme aan de nieuwe collegeperiode. 13 van hen hebben de eindstreep niet gehaald en dat is bijna de helft. Wethouderschap is dus een riskant vak. Dat ondervond ook Ellie van Wageningen... die twee jaar geleden voortijdig vertrok als unie wethouder in Lelystad. Op dat moment was ze ook nog voorzitter van de Landelijke Wethoudersvereniging. Uh, mevrouw van Wageningen, ja, ik constateer dat, hè, dat het een riskant vak is... en dat uh, kennelijk het afbreukrisico steeds groter wordt. Bent u dat uh, daarmee eens? Ik weet niet of het steeds groter wordt. Uh, je hebt wel een groot afbreukrisico. En uh, ik zeg ook altijd, het is de mooiste hondenbaan uh, die je bedenken kunt. Want ik heb het wel... Zes jaar lang met heel veel plezier gedaan. Ja. Het is heel mooi om uh, achter je idealen zeg maar, uh, te gaan staan en te proberen om mooie dingen voor Lelystad in mijn geval dan voor elkaar te krijgen. Hè? Ja. Als ik nu zie dat uh, windparken gebouwd worden, ja, daar is gewoon tien jaar over vergaderd. Of als je ziet dat Porteum nu uh, uh, gebouwd is en prachtige technieklokalen die ja. daarbij zijn. Ja, daar hebben we gewoon heel lang over vergaderd. En nou, als je dat dan ziet oprijzen en je denkt: oh, onze leerlingen ja. uit Lelystad die kunnen daar naartoe en die kunnen mooi techniek leren en hebben we zo hard nodig. Ja, ja dan is dat gewoon een prachtige baan. Ja, dat is de mooie kant. Dat hè. Is de mooie je je kant. kunt iets tot ja. stand brengen. Maar ja. goed, we gaan nu vooral kijken naar, uh, naar wat er ook mis kan gaan in een wethouderschap. Ja. Uh, wethouders zijn natuurlijk afhankelijk van steun in de, in de gemeenteraad. Ja. Je ziet in die gemeenteraad, toenemende versnippering en polarisering. Ja. Uh, is het voor wethouders lastig om zich staande te houden daarin? Um, ja, ik heb dat wel gemerkt. Uh, het is een... Kijk, het heeft twee kanten. Hè? Dus je hebt de gemeenteraad, uh, die soms vastzit in een uh, standpunt. En je bent zelf gedreven. Ik was gedreven en ik wilde dingen voor elkaar krijgen. Dus op een gegeven moment ga je met argumenten over en weer, ga je proberen elkaar te overtuigen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk, uh, als je dat doet, dan gaan de oren aan beide kanten dicht. Dus wat belangrijk is, denk ik, in de politiek, hè, in, de, in de verkiezingstijd, zie je dat de verschillen heel erg opgeklopt worden. Nou, verschillen zijn best interessant. Ja. Als je zegt van hé, hey, dat verschil in inzicht, dat kan mijn plan beter maken. Maar zo luisteren we vaak niet in de politiek. We denken dat we moeten winnen of verliezen. En ik denk dat het belangrijk is dat we na de verkiezingen, hè, dat, dat partijen dan bij elkaar gaan zitten en gaan zeggen, wat vinden wij nu belangrijk voor de stad? En hoe gaan we dat in een akkoord omschrijven en hoe gaan we daar samen aan bouwen? En natuurlijk mag je je eigen inzicht uh, inbrengen. Maar probeer nou echt te luisteren. Te luisteren naar hey, waarom wil deze partij dit? Wat vinden zij nu belangrijk? En op welke manier kunnen we dat? In het uh, plan uh, inbrengen. En wat is voor de andere partij, voor de andere kant, heel belangrijk? En hoe kunnen we dat inbrengen? Ja. Ja. Maar toch even kijken, want uiteindelijk ging het mis met uw wethouderschap in een discussie rond uh, de uitbreiding van de vuilstort. Um, ja. uh, nou, hoe hebt u vervolgens uw ontslag uh, ingediend? I ik vroeg mij af, uh, ziet u dan zo'n, uh, ja, dat ook als onontkoombaar, dat dat dan uh, misloopt? Of is dat dan toch ja, iets wat een beetje uit de hand loopt, zo'n conflict? Ja, ik heb daar heel lang over nagedacht en ik kom er ook niet goed achter wat er precies gebeurd is. Um, ja, wat ik, wat ik wel gedacht heb: kijk, wat ik heel erg nodig heb uh, om wethouder te zijn, is uh, goede samenwerking, saamhorigheid en vertrouwen onderling. En op het moment dat dat verdwenen is, he, dan kan je nog zo goed uitleggen ja. dat je er niks mee te maken hebt. He. In mijn geval ging het helemaal niet over het politieke issue. Want Iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik helemaal niet wil dat er vuil gestoord wordt. Want ik was juist zo hard bezig om uh, grondstoffen te recyclen, hè? uit afval grondstoffen te halen. En, zodat we geen nieuwe grondstoffen ja. nodig hebben en de aarde uitputten. Maar oh, dat brengt mij bij de vraag: van, wat gaat er dan mis in zo'n conflict? Uh, ja, dat, dat vond ik ook heel uh, moeilijk om uh, te bedenken. Maar dat was eigenlijk een opeenstapeling van, van zaken. waardoor het vertrouwen over en weer en niet meer was. En ik weet dat ik heb uitgelegd, joh, ik ga niet over ruimtelijke ordening, want dat was niet mijn portefeuille. En ik ga ook niet over bedrijfsafval, wat daar gestoord werd, want dat is de provincie. Uh -huh. En toen werd er in dat laatste overleg gezegd, nou, dan zoeken we wel iets anders. Kijk, dan is er eigenlijk meer aan de hand dan alleen maar zo'n issue. Ja, want daar was ik naar op zoek. Dan ja. spelen er dus eigenlijk nog andere dingen dan ja, waar het conflict eigenlijk over lijkt te gaan. Ja, soms is het een uh, opeenstapeling van, van, van zaken die gebeuren. En uh, in de politiek worden vaak wel stikketjes gespaard. He, van, uh, als er iets gebeurt, oh ja, dan oh ja, heb jij iets toegegeven, dan moet er ook iets de anders de terug. Ja, of je krijgt de rekening. En dat is denk ik wat, wat we in de politiek moeten proberen te gaan vermijden. Het is niet. Maar hoe, hoe kan je dat voorkomen? Hoe kan je zeg maar um, ja, tot een constructievere houding komen waar we eigenlijk ja. net een beetje op aandrong? Ja, door de verschillen die er zijn, denk ik, open en nieuwsgierig te benaderen. Dus te denken van, hé, hey, hij heeft een ander standpunt. Wat zit daaronder? En wat zou ik kunnen doen om dat standpunt daaraan tegemoet te komen? Want hè? tot nu toe is men daar eigenlijk niet in geïnteresseerd binnen de politiek? Uh, ja, heel soms wel natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het gebeurt ook wel. Uh, we hebben ook goede gesprekken in de politiek. Uh, maar als er eenmaal een standpunt is ingenomen, dan zien we het als een verlies... Om te veranderen van standpunt of om iets toe te geven. Hè? En dan wordt het weer een stikkertje geplakt. Ja. Dus uh, de oprechte nieuwsgierigheid naar wat zit er nou onder uh, dit bezwaar. Ja, dat, dat lijkt er dan niet te zijn. Maar als, Ik, als politicus kun je dus eigenlijk ook niet meer terug op het moment dat je eenmaal uh, a hebt gezegd, omdat dat gezichtsverlies uh, oplevert? Ja, op een of andere manier uh, wordt dat je dan aangerekend. Hè? Want uh, je kan één keer zeggen: sorry, zeg maar, maar als je de tweede keer sorry zegt, dan, dan is het weer een kruisje achter je naam. En, zo wordt het bij elkaar opgeteld. En dat ja. is eigenlijk jammer, want ja, als je hard werkt, dan gaan er ook dingen mis. En uh, natuurlijk heeft de Raad een controlerende taak, hè, dat, dat is ook hun werk. Alleen uh, je kan wel soms in verhouding zien van uh, ja, welke schade is er nu eigenlijk berokkend en is dat nou heel ernstig. Ja. Ik heb een beetje geïnventariseerd. Hè? Uh, nou ja, bijna de helft van de wethouders in Flevoland... heeft dus uh, de rit niet kunnen uitzitten. Het is één gemeente waar uh, niet één wethouder de eindstreep heeft gehaald. Dat is uh, Lelystad. Al de wethouders zijn om uh, uiteenlopende redenen... Uh uh, ja, Onderweg vertrokken, gestopt. Er is één tragisch overleden, John van der Heuvel. Ook een aantal die vanwege gezondheidsproblemen uh, ermee ophield. Er was overigens één gemeente in Flevoland waar wel alle wethouders de rit hebben uitgedeten. Dat is Noord-Oostpolder, waar dan overigens weer de burgemeester is gesneuveld voortijdig. Uh, uh, maar goed, ik noemde gezondheidsproblemen. Is dat ook niet um, ja, toch wel een beetje zorgwekkend? Dat toch best een aantal wethouders vanwege gezondheidsproblemen stopt. En de vraag is: ja, is de werkdruk hoog? Ja, je maakt lange dagen uh, en dat is niet erg. Hè? Uh, als je lange dagen maakt al als je plezier hebt in je werk, dan kun je lange dagen goed volhouden. Uh, maar als er stress bij komt, en dat heb ik ook ervaren, hè? Uh, als er dingen niet helemaal goed gegaan zijn en je denkt, oh, wat gaan de gevolgen zijn? En dan uh, komt de stress uh, op. Ja, en dat is natuurlijk heel slecht voor de gezondheid van de mens. Dus je moet echt zorgen dat je ook ontstressde op gezette tijden, ja. Ik hield natuurlijk de zondag altijd echt angstvallig uh, vrij. En uh, s'ochtends gingen we naar de kerk en s'middags gingen we lekker wandelen. Ja, dan hou je het hoofd ook een beetje fris en koel. Uh, cool. En dat is wel nodig. Maar en wethouderschap je... is topsport tegenwoordig. Ja, je moet niet te veel uh, bij al die recepties uh, gaan eten en zo. Dus <laughs> je moet ook een beetje op je lijn letten. Dat is ook wel een goede tip, ja. <laughs> ja. Het zijn natuurlijk toch allemaal wel persoonlijke drama's. Hè? Hoe, hoe pak je nou Heel de draad weer ja. op als uh, gestopte wethouder? Ja, ik heb echt wel even een periode bij moeten komen. Want uh, je bent heel erg teleurgesteld dat het je niet gelukt is om uh, nou ja, je de rit uit te zitten, zeg maar. Uh, daarna ben ik gewoon bij een loopbaanadviesbureau terechtgekomen, de Gradesgroep. En die hebben mij enorm geholpen om uh, ja, weer op zoek te gaan naar een baan. Met alle ervaringen die je op hebt gedaan. En uh, ik werk nu en in het onderwijs en ik heb mijn eigen bedrijf in uh, trainingen en coaching, geweldloze communicatie. Ja. En ik probeer dat ik ook... nog zijn voordeel mee zou kunnen doen. Ja, ik, ik zou daar heel graag ook in, uh, in de politiek uh, iets mee willen. Dus uh, ik ga ook uh, ja, colleges begeleiden en wethouders coachen. Uh, vanuit mijn ervaring natuurlijk en uh, met dat uh, gedachtegoed. En uh, in het onderwijs, ja, daar is, heeft altijd mijn hart gelegen. Dus daar probeer ik dat al op een hele jonge leeftijd mee te geven. zodat we hopelijk minder polarisatie en meer vrede in de wereld kunnen bewerkstelligen. Ja, dat is op alle fronten misschien wel een heel goed idee. Ja. En, en na 16 maart krijgen onherroepelijk weer allerlei mensen de vraag of ze wethouder willen worden. Zou u het iemand aanraden? Ja, zeker. Het is, het is echt een prachtige functie. Het is ook uniek hè, als je die kans krijgt om dat te doen. En uh, ik weet dat onze vorige burgemeester Margreet Horselberg zei, geniet er ook van. Hè? Want het is echt bijzonder dat je dat, uh, ja. dat die taak hebt. En ja als je iets kunt realiseren uh, voor je mensen in je stad of uh, van je gemeente, dan is dat echt een prachtige baan. En ja, ik, ik zou wel zeggen, laat je begeleiden. Ik was natuurlijk uh, voorzitter van de wethoudersvereniging, ja. He, laat je ook begeleiden. Uh, ga in intervisiegroepjes zitten, uh, neem scholing. Dat is ook allemaal heel belangrijk om uh, ja, met elkaar uh, het uh, mooi te doen. Ja. Goede raad van uh, Ellie van Wageningen. Bedankt. Ja. Dit was uh, over Flevoland gesproken. Graag weer tot uh, volgend weekend.